Het Carriega Game Reserve is een privé wildpark van 9000 hectare. Alle dieren zijn er te zien, als je geluk hebt. Vanuit het restaurant kan je in de verte de Indische Oceaan zien. Onze ranger komt ons om 4 uur halen voor een avondsafari. We gaan naar het grotere deel van het park waar ook leeuwen zijn. De sierlijke impala's zijn overal aanwezig. Ook in de bomen is wild te zien. Daar schiet een vrattenzwijn weg. Zouden de leeuwen hier ook ergens zitten? Twee neushoorns. Hun horens zijn er afgehaald om te voorkomen dat stropers dat zouden doen, waarbij meestal het dier wordt gedood. One male, one female. Dit zijn breedlipneushoorns. Het woord breed is in het Engels wide en is fout vertaald als wit. Daarom worden ze nu witte neushoorns genoemd. Maar ze zijn grijs met een laagje bruine modder. Ja, only time will tell. Almost 2 years. No, it's around about a year and a half or so. Gestation. Yeah, gestation period when they're pregnant for. Elephants are 2 years. Or like 22 months, so it's almost 3 years. Die daar heeft zijn hoorn nog. Dat is een puntlipneushoorn. Die worden dus zwarte neushoorns genoemd. Maar zijn net zo grijs als de witte. Klein, maar goed gepantserd. But they've got a almost like a water bladder thing that they store water in. So sometimes when you well, so you actually if you pick him up, he does that for himself. Now this is a big boy. You don't get pretty bigger than this. Door de laagstaande zon zien we bijna deze olifant niet. Hij is al meer dan 30 jaar oud. Is there any special tree that you serve? There's the wild fig trees they really do like. But they eat basically like anything, any was also oranges. Easiest of actually telling elephants from male or female.
even when you look between the legs, it's not always the easiest, because the both the male and female have that, okay, not that, but it's got a, for people like this, it's quite easy to see. Ook deze mestkever is beschermd. Well, see, that's actually attraction to the females. Hij wil dit balletje mest gaan ingraven om er zijn eitjes in te leggen. Guys, he's gonna get there. If it rolls out now, he's I think he's gonna give up. Oh no. You won't give up. Never. Never give up. That's some proper motivation for you. Even ontspannen. White wine. Hier zijn olifanten geweest. Een tegenligger. En hij is niet alleen. We zitten er middenin. Okay guys, there is a chance of them actually walking past us. Just relax, don't worry. Yes. And do not try to touch them. No. Like using flash on the camera. That's when they're close by, no flash on the camera. Don't judge. Okay, silence. Thank you. Thank you.
bum against him, and almost hit him in the face with his tail. Yes, yes. Touched us, so it's not my fault. No, there's a big one coming there. Okay, quiet again. This is actually a young male. Dat was even spannend. We zoeken verder naar de leeuwen. Daar. Leeuwen zijn gevonden. Yeah, this is the youngsters are all they. Here he comes, oh, come on, where's the food? There's probably somebody probably around me over in this way. Is it quite unusual for the male to be with them there like that? Dat was een buitengewone safari.